Er werd aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens een persconferentie gevraagd wat er gedaan zal worden om de hangjongeren op te vangen en die bij te scholen. De minister ging hierop in. Wij doen er heel veel aan. Er zijn allerlei projecten vanuit donoren, ook lokale mensen, denk aan Rumas, die constant bezig zijn met deze zaken. Rumas zal eigenlijk zelfs meer geld moeten krijgen om als instituut te worden uitgebouwd. Ze doen fantastisch werk. Daarna zijn er een heleboel korte projecten met UNICEF en andere organisaties, zowel voor de hangjongeren als dus voor de drop-outs. Maar het is een probleem dat een diepere studie behoeft, als je het mij vraagt. Wij moeten veel sociologisch kijken naar wat er in die wijken gebeurt. Denk aan bijvoorbeeld de bijdrage en de rol van de ouders. Ja, u brengt een kind op de wereld, dat mag. Iedereen is daar vrij in. Maar hoeveel tijd besteed je ook aan je eigen kinderen? En ik weet niet dat ik de schuld daarop moet gaan leggen. Maar we zien ook dat door de complexiteit van ons leven, sociaal, economisch, zijn mensen niet meer in staat om die aandacht te geven aan hun kinderen. We hebben heel veel alleenstaande moeders, als je dat sociologisch plaatje bekijkt. En natuurlijk is de overheid verantwoordelijk om daar steun in te geven, maar je moet ook bij de bronnen ook die zaak bekijken. Wij zullen dus veel meer wijkgebonden steun moeten gaan geven in bepaalde buurten. Dat fenomeen is inderdaad herkenbaar. En we moeten inderdaad zoveel mogelijk jongeren in groepen proberen toch bij elkaar te brengen en ze toch een richting te geven in hun leven. Het zijn hele jonge kinderen ook soms die natuurlijk echt gerichter moeten worden. Ik denk vorig jaar heeft mijn collega van Defensie een bootcamp georganiseerd. Op Zaandrijk moet ik zeggen, het sprak me erg aan met 95 kinderen die in 2 weken onvoorstelbare kleine resultaten hebben gehaald. Vroeg opstaan, discipline, hun bed leren opmaken. Ik moet zeggen, ik wil alleen als minister meer steun geven aan mijn collega. Zo zullen we meer moeten werken in de buurten aan talenten. En daarom zeggen wij dat onze scholen zo rond 2 uur sluiten, 1 uur gemiddeld zo, dat we ook de scholen moeten gebruiken om vormingswerk in de buurten te hebben. Gitaarles, vioolles. Kortom, houden de mensen bezig en laten ze hun talenten uitbrengen. En dat betekent dat je weer de school meer moet gaan inbedden in de wijken en de buurten. En dat vraagt om een approach ook. Het jeugdbeleid, sportbeleid moet veel geïntegreerder bekeken worden. En ik denk dat er behoorlijk werk is in Suriname om de armen in elkaar te slaan en zeggen van jongens, we gaan voor deze jonge kinderen, jonge Surinamers, veel wijkgerichter en integraler te werken. Sport, jeugd, onderwijs, opleiding en training. En ze van ons wegdrijven is geen oplossing. En ik denk dat we veel meer van dat soort initiatieven moeten nemen. Particuliere instellingen als RUMAS, maar ook buurtgebonden organisaties zijn er die. Iedereen heeft moeite nu met geld rond te komen. En ik denk dat daar is juist op microniveau die kracht van die overheid in te komen met hulp. We moeten een aantal buurthuizen gaan herstellen. We hebben verwaarloosde voetbalvelden, buurthuizen, sporthallen. En ik denk dat daar echt weer wat leven in moet geblazen worden. Maar u heeft een sterk punt te pakken. Ik zie het ook als burger van dit land. Als je langs de winkels rijdt, 's avonds, dat we echt een probleem hebben die we moeten adresseren. Dat is inderdaad waar.